is geen centrum in Europa dat zich uitsluitend richt op kinderen met kanker. En waar zoveel patiënten behandeld worden en waar zoveel onderzoek gedaan wordt. Dus we hebben een soort voorbeeldfunctie. We hebben nieuwe therapieën, nieuwe behandelingen, komen niet uit de lucht vallen. Daar heb je onderzoek voor nodig en voor onderzoek heb je geld nodig. En zeker in deze tijd van de corona is dat niet makkelijk. We hebben geen tijd te verliezen. Dus het moet doorgaan, het onderzoek en ook de behandelingen. Het goud. Hè, we worden in het gouden licht gezet, maar ons goud is eigenlijk hier in de afdeling. Dat zijn de kinderen, dat is ons goud. Childhood Cancer Awareness Month is een superbelangrijke maand, want we willen natuurlijk onwijs veel extra aandacht vragen voor alle kinderen met kanker. We willen veel meer geld hebben, we willen veel meer support hebben om het leven leuker te maken van de kinderen en natuurlijk heel veel te genezen. Het is natuurlijk niet alleen in deze maand dat je er weer stilstaat dat er 600 kinderen per jaar kanker krijgen. Dat is natuurlijk iedere maand en vooral in deze tijd waarin we een hele gekke tijd beleven met z'n allen over de hele wereld. Begrijp je ook wel dat sommige dingen stilstaan, maar in dit geval heb je gewoon geen tijd. Er is geen tijd om even bijvoorbeeld niks te geven. Dus het is ontzettend belangrijk dat ook hier geld binnen blijft komen voor al het onderzoek onder andere wat er nodig is. Ja, de Childhood Cancer Awareness Month betekent voor mij uiteraard heel veel, omdat ik het in de privésfeer heb meegemaakt. Met onze kleine prinses Jada. Natuurlijk altijd heel lastig aan de ene kant om hier binnen te komen. En aan de andere kant ben je een hele trotse ambassadeur. En hoe het is afgelopen bij ons is te gek. We komen hier nog één keer per kwartaal. Dat duurt nog wel een aantal jaar. En dan krijgen we altijd positief nieuws tot op heden. En dat vieren we altijd. Maar tegelijkertijd wil ik me inzetten voor al die andere strijdertjes die hier lopen. Dus ik vind het heel belangrijk dat er aandacht aan gegeven wordt. En op deze manier heel feestelijk proberen we er toch een mooie middag van te maken voor de kids. Childhood Cancer Awareness Month vind ik heel belangrijk omdat de kinderen de toekomst zijn. En ik kan me niet voorstellen, als ik hier in een ziekenhuis had gelegen op die leeftijd, hoe ongelooflijk zwaar dat moet zijn. Dus ik hoop dat er in deze maand wat ogen geopend worden en dat er veel geld verzameld wordt voor onderzoek. En dat we uiteindelijk naar een toekomst kunnen waarin iedereen weer beter wordt. Ik ben jarig deze maand. Mijn zoontje is jarig deze maand, dus het staat helemaal in het teken van leven. En vreugde en tegelijkertijd gezondheid is het natuurlijk super belangrijk dat wij wereldwijd hieraan denken en deze kinderen bijstaan. Kinderen die ziek worden moeten beter worden. We zitten nu op 75% en dat moet heel snel naar 100%. En hoe meer mensen daar bewust van worden, hoe meer aandacht er gegenereerd wordt en daar streven we voor. Dus voor mij is het heel belangrijk om nog meer druk te geven aan alle rijken der aarde van hey, steun dit, want de kinderen zijn de toekomst.